Dies Illa, een gedicht van Guillaume van der Graft. Tinka, ik moet een vers opschrijven, want in deze nacht heb ik gedroomd van dingen die gingen op een rij staan om te zingen en werden zo geschiedenis. De krant kwam niet meer uit, de dichters konden zwijgen, want alles kwam op tijd en rijm tot stand. Zo daalt het in de dromen en zo rijgen zich cijfers tot een som. En hand in hand liepen wij zo door Amsterdam. De schemer had plaatsgemaakt voor weerschijn van het licht. Daarin stonden de huizen opgericht als bomen, popelend met een lichte tremer. Een kroonlijst als een hoogste tak van dienst. En overal tussen de bladerstenen zag men de mensen met lofwerk omgrenst, als vogels door een hemellicht beschenen. De dag had zich vermetel van de nachtmeester gemaakt, en die lag zonder glamour leeg als een zaal. In bijna elke gracht wreef zwart het wit der ogen uit, en scheen er verbazing nauwelijks te zijn ontwaakt. Maar op de bruggen, wimpers van de wallen, en op de wallen als oogleden naakt, was men al aangelopen in getallen en vroeg na wat er gaande was geraakt. Want alles was gaan blozen in het duister. Men was er zelf geschrokken van zijn schroom, en daar ontstond het hevige gefluister dat aan de muren trilde van mijn droom. Dit is een ochtend zonder dageraad, en dit is een middag midden in de nacht. Vrede fietst meisjes achter door de straten, de trams fluiten als lijsters in de bocht. Maar ik begreep dat ik op nieuwe wijze voor iedereen verstaanbaar wezen kon. Dit is de jongste dag, en hij zal reizen achter de koepel van Centraal Station. O Amsterdammers, komt uit uw pothuizen, de tijden van de woningnood zijn om. O vrouwen, komt tevoorschijn, witte muizen der souterrains. In de goudvissenkom van deze dag gaan wij als vissen om. Wasstobben drijven op het licht als lissen. En elke uitslag op cement en huid verdwijnt. Ge zijt zo morgenblank. Er is een momentopname van de eeuwigheid, waarin ge zijt genomen als de nieuwe bewoonster van een nieuwe aardse stad, waarin men duiken kan alsof men kieuwen en stijgen kan alsof men vleugels had. Want welke diepte zich ook doet vermoeden, en welke hoogte zich omhoog ontwijkt, de bronnen zijn zo helder als het goede, al het bestaande is hemels geëikt. O stedelingen, treed uit uw verdieping, de grond is door een vreemdeling begaan die met de stem der morgenster u riep in de vreugde van het paradijs te staan. Tussen de huizen met hun bladmotieven, onder de bomen aan de wallenkant, laat men zich maar in het leven verlieven. Men trekt alleen de lijnen van Gods hand. Tinka, wanneer ik lees wat staat geschreven in het boek, en hier, doet God het wel gestand? Of zullen wij dromender moeten leven? Verdrevener, minder met hand en tand?